Nou, meer over de Chinese Tiger Temple morgen op deze zender bij Metropolis. Niet meer in de file staan en geen vieze automatenkoffie meer op werk. Dat kan als je gaat thuiswerken. Morgen start de proef digitale mobiliteit. 2000 mensen gaan dan thuiswerken, dat is tenminste de bedoeling. En Gonny Pullens uit Amsterdam is er één van. Ik ben Gonny Pullens en ik ben communicatieadviseur. Gonny is thuiswerker en moeder. Oké, Finn, kijken wie het eerste klaar is. Jij met je tekening of ik met mijn werk? Ik vind het wel prettig dat ik ieder moment, stel hij wordt ineens ziek en ik kom daar 's ochtends achter, dan hoef ik niet alle collega's te bellen dat ze bestanden naar mij moeten mailen. Dan kan ik gewoon zelf op de zaak inloggen. Bye. Met een conference call houdt Gonny contact met haar baas. Aan de thuiswerkproef gaan zo'n 100 bedrijven meedoen. Ja. Maar dat mogen er meer worden. Graag zelfs. Nou, als 5% van de werknemers voortaan thuis gaat werken, dan is het fileprobleem opgelost. Ja, en dat is wat we willen bereiken. Dat lijkt me nogal sterk. Nou, het is niet zo. Je hebt maar een kleine afname van het aantal auto's nodig om het fileprobleem volledig op te lossen. Ik kan het wel om de file heen plannen. Ik kan 's ochtends gewoon thuis starten met voorbereidingen van de afspraak. Dan hoef ik niet eerst voor naar kantoor. Maar werkt het wel rustig zo? Nee, ja, het is inderdaad... dat is geen bloed. Het is nu 5 uur en ik heb helemaal geen zin om in de file te staan terug naar Hilversum. Dus ik denk dat ik de reportage maar hier afwerk. Dat is ook een soort thuiswerken. Ja, vanochtend. Ik heb vanochtend een akkoord gekregen. Thuiswerken bevalt gewoon nu wel, maar niet de hele week. We kunnen nu sparren, natuurlijk via de digitale mobiliteit. Maar ja, ook face-to-face wil je met collega's ook bepaalde dingen bespreken. Dus ik zie het als dat het een combinatie van wordt. Oké.